Van 15 tot 18 mei 1959 zat deze wintertuin van Hotel Krasnapolsky vol met buitenlandse gasten. Het waren de leden van The Dickens Fellowship. Voor het eerst in hun geschiedenis waagden zij het buiten de Engelse grenzen te treden. Ze waren hier op uitnodiging van de voorzitter van de Harlem Branch, Godfried Bomans. Hij had al deze mensen uitgenodigd om ook eens een bezoek aan Nederland te brengen. Ze werden op het Centraal Station opgehaald en in een lange stoet, met ook onder andere koetsjes, werden ze hier naar Hotel Krasnapolsky vervoerd. Onderweg werd er nog even een grote groepsfoto gemaakt op de trappen van de beurs van Berlage. Hier werd feest gevierd en werd er overnacht. En er werden ook nog bezoeken gebracht aan Volendam en Monnikendam.